Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 23 november 2015. Dit is het bulletin van maandag. De data in het begin van de uitzending is zoals altijd Contestia 355 Hz met de gebruikelijke instellingen die te vinden zijn op p0ete.nl. Je kunt de uitzendingen decoderen, althans het datadeel, met het programma FL Digi. We gaan daarnaast de komende tijd opnieuw testen met een aantal modus die we al een keer gehad hebben. Dit om zaken goed te kunnen vergelijken. Het betreft dan het laatste stukje van de uitzending, waarin die modus geprobeerd worden. We beginnen bij de oudste datamode die we als amateur hebben, of eigenlijk bij de oudste datamodus. En allereerst dus mossen door middel van FL Digi. Instellingen 355 Hz, dus dezelfde frequentie als anders, 355 Hz. En een snelheid van 48 woorden per minuut. 48 woorden per minuut. Die woordsnelheid die zit op de onderste regel, het tweede vakje van links. Vandaag hebben we maar enkele onderwerpen. Allereerst is er nieuws over de landelijke bovenregionale repeaters en een aantal andere daarmee verwante relais. De repeaters dus, waar ook deze uitzending gebruik van mag maken, hebben positief nieuws te melden over de activiteiten op de Gebrandi-toren te IJsselstein. Afgelopen week is er overeenstemming bereikt met Alticom BV, de eigenaar van de Gebrandi-toren, over de herfacilitering van de educatieve systemen voor de radioamateurdienst in de betonnen toren, zoals dat genoemd wordt. Dat betekent dat de activiteiten met de repeaters op deze mooie locaties dus kunnen worden voortgezet. Een en ander betekent echter ook dat de systemen voor PI6ATV, PI1UTR D-Star, PI1UTR-DMR, PI3UTR, PI2NOS, PI610, de WebSDR en Hamnet op maandag 14 december voor onbepaalde tijd uitgeschakeld zullen worden. Het is de bedoeling om een deel van deze systemen weer zo spoedig mogelijk online te brengen. Echter, een concrete invulling kunnen wij hieraan momenteel nog niet geven, aldus de relaisgroep, omdat veel praktische punten nog opgelost moeten worden. Met name het ATV-relais PI6ATV zal voor langere tijd niet beschikbaar zijn. De verhuizing naar het betonnen gedeelte van de Gebrandi-toren is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen voor veiligheid. Zoals wellicht bekend zijn de huidige systemen in de reportagecabine naar verhouding moeilijk bereikbaar in geval van calamiteiten, waardoor op die plek in de toekomst nog slechts passieve technische voorzieningen zijn toegestaan. Alle actieve apparatuur dient om die reden verwijderd, CQ verplaatst te worden. Als gevolg van de verhuizing zijn er veel organisatorische wijzigingen noodzakelijk en zullen bepaalde kostenposten aanzienlijk stijgen. Een primaire kostenverhoging vinden we in het gebruik van elektriciteit. Tot op heden konden we hiervoor gebruik maken van een faciliteit waardoor de kosten neutraal waren. Echter in de nieuwe situatie is dit niet langer mogelijk. Dat betekent dat we in grotere mate afhankelijk zijn van sponsoren en donateurs. We doen daarom nadrukkelijk een beroep op potentiële geïnteresseerden om een steentje bij te dragen aan deze prachtige educatieve voorzieningen. Een voordeel van de verhuizing is dat onze systemen veel beter bereikbaar zullen worden, zodat onderhoud gemakkelijker wordt. Donaties aan specifieke systemen kunnen worden gedaan op de websites van PI3UTR en PI6ATV of op hobbysco.nl. En je kunt ook via e-mail contact opnemen met de relaisgroep in dit soort gevallen. Het mailadres daarvoor is info@hobbysco.nl en hobbysco schrijf je met een C. info@hobbysco.nl. In de aankomende periode zal veel werk verzet moeten worden. De primaire aandacht gaat uit naar het verwijderen van de actieve apparatuur uit de reportagecabine. Voordat dit fysiek mogelijk is, moet eerst de infrastructuur in de betonnen toren worden gebouwd, zoals racks, ladderbanen, elektriciteitsvoorziening, potentiaalvereffening, data, rekbekabeling, etc. De actieve apparatuur kan vervolgens verhuisd worden. In gebruikname ervan is dan nog een stap verder, doordat verbindingen naar onze antennes hersteld moeten worden. Ik noem nogmaals het mailadres voor donaties, info@hobbysco.nl. En verder kun je voor donaties dus ook terecht op pi3utr.nl, pi6atv.nl en op hobbysco.nl. Ik vind eigenlijk dat iedere gebruiker van de repeater wel iets zou mogen storten. De relaisgroep spreekt verder haar hartelijke dank uit naar Alticom BV voor de herfacilitering. Alticom is eigenaar van 24 hoge mediatorens en 9 lagere masten. Samen vormen die torens en masten een belangrijk deel van de Nederlandse omroep- en telecommunicatieinfrastructuur. In deze torens en masten verhuurt Alticom ruimte en levert Alticom een aantal aanvullende diensten zoals energievoorziening en koeling aan alle telecommunicatie- en omroepoperators in Nederland. Door de digitalisering van radio en televisie en het toenemend gebruik van satelliet- en glasvezelverbindingen is veel analoge apparatuur in de torens overbodig geworden en verwijderd. De ruimte die daardoor in de torens ontstond bevatte de perfecte bouwstenen voor datacenters. In 2009 is daarom Alticom begonnen met het aanbieden van datacenter housingdiensten. De Daily Minutes zullen als de repeaters er tijdelijk uitgaan gewoon doorgaan. Je kunt de uitzendingen dan tijdelijk alleen via YouTube beluisteren.
Nog een nieuwtje uit eigen huis. Vandaag zijn de mosseoefeningen op Shorties FM in ere hersteld. Het is nog op proef, maar in het verleden waren ze een succes. Dus waarom nu niet? Zeker in combinatie met de mosseoefeningen die de Daily Minutes dagelijks uitzenden. Er wordt een half uur mossen uitgezonden. Het is niet de bedoeling dat je dat hele halve uur meeschrijft. Dat mag natuurlijk wel, maar 5 of 10 minuten per dag is ook al heel erg mooi. De oefeningen zijn 15 woorden per minuut en zijn speciaal opgezet voor mensen die eerder al tenminste iets aan mossen hebben gedaan. De oefeningen bestaan uit random letters en woorden, maar ook klare tekst en daarnaast gefingeerde QSO's. Ze zijn daardoor een goede voorbereiding om QSO's te gaan maken in CW. De oefeningen zijn 's avonds om 10 uur en 's ochtends om 10:30 te beluisteren op fm.shorties.nl. Dus de website fm.shorties.nl. Na afloop van elke mosseoefening kun je luisteren naar de Daily Minutes van die dag. De site is overigens ook geschikt voor smartphones. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me.